The Best of Adam Sharp is about a 49-year-old man who, out of the blue, gets an email from the original great love of his life, the one that got away. Wat ik zeer bijzonder vind, wat een heel eenvoudige kleine e-mail kan doen met een leven van iemand, hoe dat het leven weer op zijn kop kan zetten. He ends up having to choose between reigniting the relationship with her or staying with his long-term partner. Het beste van Adam Sharp vind ik een prachtig boek waarin muziek en literatuur bij elkaar komt. Het maakt het ook heel benaderbaar, heel persoonlijk en emotioneel. So music is a really important part of The Best of Adam Sharp. Adam is a piano player and I wanted the reader to mentally at least hear music as they read the book. Het is dus lezen en genieten van muziek. Nou, dat vind ik een prachtige combinatie. Het is een heel ander boek dan het Rosie-project en het Rosie-effect. En hele nieuwe personages, maar wel zijn het weer mensen die ja, geloofwaardig en vertrouwd aanvoelen. Waardoor dat je ja, het boek zich heel fijn leest. Het is heel anders als zijn vorige twee, maar het is verrassend anders. Het is ook een bijzonder dat hij zijn gevoelens van vroeger weer terug laat komen. Maar wel met een bijzondere fantasie wat hij dan gebruikt. Het is een roman over het verschil tussen houden van en verliefd zijn. Het zoeken naar een verloren liefde. En is die eigenlijk wel verloren? Ik vond het een heerlijk boek om te lezen. Het is echt weer een nieuwe van hem met heel veel fijne gevoelens erin. Er wordt heel veel over muziek in verteld. Ik vind het een heel grappig geschreven boek. En ik heb er zelf ook heel veel wijsheden uit kunnen halen. Je gaat door Frankrijk, Australië, Engeland. Je komt nog eens ergens met het boek. Het is een boek over wat er kan gebeuren met liefdes van toen en liefdes van nu. Nou, wat ik zo leuk vond aan het boek is dat het me aan mijn eigen jeugdherinneringen deed denken en aan mijn eerste liefdes. Ja, ik vond de hoofdpersoon hartverwarmend en ontwapenend en daardoor vond ik het een echte Simpson. Als je de Rosie-project heeft gelezen, is dit niet het Rosie-project, maar na het bezoek van hem heb ik begrepen dat hij heel veel persoonlijke verhalen erin heeft verwerkt. En dat maakt het zo uniek. Dus absoluut lezen. Meer dan het wachten waard. Een fantastisch boek. Een heerlijk boek. Iedereen moet dit lezen. Liefde, muziek en humor. Het beste recept voor een geweldig boek.